En nog mijn allerlaatste vraagje, en sluit ook helemaal aan bij wat u net zei. Stel dat u moest emigreren, waar zou u naartoe trekken? Ik heb zeer lang gezegd Zuid-Afrika. Mm-hmm. Maar de laatste 5, 6 jaar ben ik daar eigenlijk van teruggekomen en zeg ik de Verenigde Staten van Amerika. En waarom eerst Zuid-Afrika? Omdat de traditie Vlaams nationalisme verbonden. Ja, omwille van het sentiment, omwille van het is een prachtig land, het is een gastvrij land, ook vandaag nog, hè, tussen haakjes. Ik ben een tijdje voorzitter geweest van de Belgische Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel na de Wende. U zou er dus naartoe gegaan zijn, ook in de periode van de apartheid? Ook in de periode van de apartheid. Ja. Dat stoorde u niet? Mij stoorde die apartheid niet, maar ik kan mij inderdaad best inbeelden dat het heel wat andere mensen stoorde, onder andere de slachtoffers van de apartheid.